Hallo, dit is Kevin van Tandartsreizen naar Albanië. Ik ben een Nederlandstalige patiëntenbegeleider en dat wil zeggen dat ik Nederlandstalige patiënten, dus Belgen en Nederlanders, richting Albanië begeleid naar onze kaakchirurg toe. Het is een kaakchirurg gespecialiseerd in implantaten, volledige renovaties. En wij krijgen heel vaak de vraag, is het mogelijk om je tanden te laten trekken en een kunstgebit, dus een los kunstgebit of een vast kunstgebit, te laten maken in één dag? Nou, sommige klinieken adverteren hiermee. Wij denken niet dat dit een heel goed idee is. Er zit altijd een bepaalde geneesperiode aan vast. En wij zitten al een beetje op het randje daarvan. Als je naar Nederland gaat kijken, die doen er bijvoorbeeld veel langer over, de totale procedure. Wij doen dit omdat we mensen laten reizen in een kortere tijd. En het gaat in de meeste gevallen goed, maar het is natuurlijk niet zonder risico's. Als je echt je tanden wilt laten trekken en een kunstgebit wilt in één dag, dan levert het nog veel grotere risico's op. En dat is eigenlijk voor niemand goed. Dat is niet een risico wat je voor jezelf wilt aanvaarden. Goed, om je een kleine indruk te geven van onze cyclus, zeker als wij implantaten gebruiken, dan hebben wij meestal een genezingsperiode van 4 tot 6 maanden. En dan komt pas het echte gebit. Wat je wel kunt krijgen, direct na het trekken van de tanden, wat dus ongeveer in 1 of 2 dagen gebeurt, dat je een los kunstgebit kunt krijgen, een tijdelijk gebit, wat je zelf kunt gebruiken in de maanden tijdens jouw genezingsproces. Goed, ik hoop dat ik je hiermee voldoende geïnformeerd heb. Pas op met mensen die aanbieden dat je een kunstgebit kunt hebben in één dag, want in de meeste gevallen is het gewoon geen veilige oplossing. Of ze moeten een techniek uitgevonden hebben die wij in Albanië nog niet gebruiken. Maar ja, respecteer alsjeblieft het geneesproces. Als je vragen hebt, laat een reactie achter. Ik kom er altijd op terug. Dag!